carnaval. Welkom bij een nieuwe videootje van Boete van Boete. Drie sterren hoofd met oude machines D8. Jawel, dit jaar geweer. Het gaat hartstikke goed. Zo, ik sta een beetje open met mijn stem. Gaat hartstikke goed met deze serie. Ben eigen blij, heel veel reacties. Dus dit is drie sterrenhoofd, deeltje 8 alweer. Wij zijn onderweg naar ter 21. Om in te zaaien. Klein vlucht hier, haar huisjes. 21, ja, dat hoort bij de standaard. Als je gaat beginnen, heb je ook veld 21 al. Ik meen dat je 4 velden hebt, ja, 4 grote. En veld 21 is er ook bij, en die is. Ja, die is naast de soja, melk, naast sojaproductie eigenlijk, ja, daar staat de sojaproductie eigenlijk. En dan gaan we even kijken, wat gaan we hier inzaaien, jongens? Ja, ik geloof, sojabonen. Maar dan hebben we toch een veld dichtbij. Dus ja, dan gaan we sojabonen eventjes inzaaien. Zo, Marietje gaat plaatsnemen. En gaat. Ja, dit is Marietje. Nogmaals, D8 weer van deze serie. Ja, het gaat fantastisch, vind ik. Ik krijg ook vele reacties en zo. En ja, dat doet mijn deugd eigenlijk. Doet me goed. Ik begon met deze serie van, nou ja, het zou wel allemaal wel. Maar het bleek toch een groot succes te wezen. Wordt goed bekeken ook. En daar ben ik heel erg dankbaar voor ook. Dat jullie zo vaak kijken en naar iedere aflevering naar kijken. Dat vind ik hartstikke top. Doet me heel veel eigenlijk. Wat ik zeg, er wordt ook goed gereageerd. De vaste personen die reageren dan, zoals Rudy, Jack en Rick. De opmerking van. Rudy vond ik wel leuk. Er komt zeker wel 20 afleveringen. Ja, we zijn halverwege bijna. Dus ik weet niet, geen idee. Het ligt aan jullie natuurlijk. Hoe jullie dit gaan kijken. Maar hij zegt nou, zeker 20 afleveringen. Je mag me dan houden, Rudy, dingen. Maar we zijn nog halverwege, dus nog eens. We zijn D8. We zijn wel verwijderd van paar afleveringen nummer 10. Maar het gaat wel die kant op, denk ik. Want het wordt steeds leuker en leuker.
Ik vind het ja, hartstikke gaaf. Jullie vinden het ook heel mooi met oude machines en zo. En ja, nou ja, en ik ben een beetje op zoek en zo, hier en daar. En ik ben aan het kijken. Ja, ik ben nog steeds naar een aardappel gooien. Uit de jaren 70, zo'n beetje. Die hier in past. Maar die heb ik nog niet gevonden. Dus ik moet even kijken wat ik daar denk. Ik heb wel een bietenrooier, heb ik wel. Dat heb ik wel, maar geen aardappelrooier. Dus ik ben nog op zoek. Dus weten jullie iets? Of zeggen jullie van nou, nou. Die motsite moet je ook even bekijken, want daar staat ook even op. Ja, ik heb een stuk of twee motsites. Ja, daar zitten heel veel oude dingen tussen. Hele oude machines ook tussen. Dus weten jullie iets van een aardappelrooier? Een oude aardappelrooier, niet een moderne, die er standaard in zit in de mat. Gewoon een mot, ja, een oude aardappelrooier. Houd me aanbevolen, want die ben ik nog steeds op zoek naar. Goed, ja, wat ik zeg, wordt veel, ja, gaat was over de bom heen, maar ik ga van het zuid, kan allemaal. Ja, wordt goed gereageerd. Door de vaste mensen, helaas, door de vaste mensen, niet door de mensen die af en toe kijken. Daar wil ik ook eventjes hun mening horen van wat jullie ervan vinden van deze serie. Ja, laat maar even weten. Ik ben gisteren gestart met, een giveaway actie vanaf 50 abonnees ga ik een giveaway actie doen. Dus ja, mensen, als jullie nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, abonneer je dan, want bij 50 abonnees ga ik een giveaway weggeven. In deze aflevering ga ik nog geen hint geven, want ja, het is kort dag eventjes, het is gisteren aangekondigd. Ja, als er wat abonneetjes bijkomen, dan geef ik een hint wat die giveaway is. Dus na iedere keer geef ik een de videootje of livestream ga ik een hint geven. Dat geef ik nu even niet, want het is ja pas van start gegaan, dus mocht je vrienden, familie of wat dan ook, je mag ook filmpjes delen, hè, op jouw Facebook-pagina of op jouw YouTube-kanaal of zo, om een beetje meer respons te krijgen. Mag jullie die filmpjes van mij rustig delen op je ja, YouTube kanaal of Instagram of op je ja, Facebook kanaal of meer Instagram, Twitter kan ook. Je mag die filmpjes delen op jouw site om meer bekendheid, om mij een beetje meer bekendheid te geven. En om meer abonneetjes te werven. Want als ze bij de 50 zijn, dan
geef ik in giveaway. Vanaf volgende week moet je haar abonnees bijkomen. Vanaf volgende week ga ik een hint geven. Wat giveaway is. Doe ik een paar keer. Nou, die hints allemaal bij elkaar, dan ja, kom je eigenlijk op wat de giveaway uit, wat ik wil weggeven. Zeg het ook niet wat het is of zo. Ik ga een paar hints geven. Op mijn YouTube-kanaal heb ik een aparte ding gemaakt voor. Door je makkelijk mijn serie kan terugzien. Dat heb ik gedaan met een fotoalbum aan serie, heet dat. En daar kan je makkelijk, anders moet je altijd zoeken. Nou kan je iedere aflevering van deze serie kan je makkelijk opzoeken. Het is niet moeilijk te doen of zo, dan hoef je alleen maar naar mijn startpagina te gaan van mijn YouTube en dan zie je op een gegeven moment hier kijken, heet dat, fotoalbum en series, of serie heet dat. En dan klik je daarop en dan heb je een fotoalbum, foto's gemaakt en dan kan je een collage van gemaakt. Maar daarnaast heb je ook serie en dan klik je daarop en dan heb je alle afleveringen heb je op één rij. Dus je hoeft niet te zoeken. Dus dan kan je elke aflevering kan je afzonderlijk nog een keer rustig bekijken. Dus dat heb ik gedaan. Dus ja, kijkcijfers 100%, helemaal top. Wordt goed bekeken. Alleen vind ik, mag er wat meer mensen reageren. Ik heb nu een Jack, Rudy en Rick. Die reageren trouw. Bijna elke aflevering, niet elke aflevering, maar bijna elke aflevering reageren ze. En dat vind ik dan super tof. Vind ik leuk. Dus ja, meer mensen mogen daar op reageren. Dus weet ik wat er speelt onder de kijkers ook. En dat vind ik dan interessant. Om te weten van oké, doe ik het goed? Vind je het leuk? Moet ik een livestream een keer van maken? Moet ik een multiplayer een keertje van maken of zo? Dat soort dingen, dat wil ik, weten. Ik maak twee volgende afleveringen. Dat is graag. En één aflevering is tussendoor, dus twee normale afleveringen en een opname met een leuk muziekje daaronder, dat wissel ik dan af. Eerst twee goede opnames, dan weer een tijdmulet opname en dan weer twee gewone afleveringen en tijdmulet afleveringen. Vinden jullie dat mooi? Reageer dan ook van dat is ook wel leuk. Doe meer van de tijdlijpjes, weet je, dat soort dingen met een leuk muziekje eronder en zo, dat kan. Jullie bekijken de serie en jullie maken ook wel wat iets over zeggen. Van, moet ik een multiplayer een keertje doen op deze map? Of niet? Livestream een keer doen op deze map. Zeg het maar. Het is jullie feestje. Mijn feestje ook een beetje, maar jullie kijken ernaar. Ik maak het. En ik wil een beetje interactief worden met
Yeah. Yeah, but the message is now they see the faith. That is when me Syria cared for, when me is me is kan weten van in die tijd is veel dit of in die tijd is veel dat, dat weet ik dan niet. Ik weet nou van een paar mensen van Sokje, wat ik zei van Rudy, die zei nou je moet zeker 20.000 maken. We zijn nog niet op de helft, maar nog 20 die misschien komen misschien wel. Dat weet ik niet. Maar wat willen jullie meer zien van deze markt? Ik doe nu steeds twee gewone afleveringen achter elkaar. En dan een opname met een klein net, met een snellere kamer, met een leuke muziekje eronder. Vind je dat ook leuk? Of zegt jullie, nou, ik wil wel eens weer een multiplayer doen op deze markt. Kan? Of livestream op deze map. Dat is allemaal. Jullie zijn de kijkers. Hè? Ik maak de opnames en jullie maken zeggen wat jullie willen. Ja, wat jullie willen. Ja, laat het even weten, niet onder de beschrijving. Ik ben enorm duur en ik denk dat ik die tractor even weg moet halen. Want ook die straat. Dan moet ik even niet sneller zijn. Maar is het al een beetje moeilijk doen. Goed, net op tijd. Heel erg raar wat geblokkeerd is. Dat is nou dit vast, dat object. Nou, dat is nou niet meer. Dus dat is nou niet geblokkeerd meer. Nee, maar, nou, maar laat het even weten hieronder. Je mag best reageren. Dus mijn eten komt een beetje omhoog. Sorry, mensen. Er werden vast mensen reageren, maar ik wil meer mensen die reageren. Van, goh, leuk, TikTok, ga er maar door. Ik wil wat anders zien. Wat zei je, een multiplayer? Wil ik doen op deze markt? Dat mag, kan. Of livestream van deze markt. Kan ook. Laat het even weten. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op mijn kanaal. Naast de abonneeknop zit een belletje. Dat heet notificatie, die kan je ook aanvinken. Dan word jij op de hoogte gehouden als ik een videootje online doe, een multiplayer doe, of een livestream doe, dan krijg jij van YouTube bij jouw notificaties, en jij hebt dan ook een belletje. Bovenin en dan komt er dan van Boet van Buten, 3 sterren op dit deel. Dus als je een notificatie inschakelt, dan krijg je automatisch bericht van YouTube als ik een nieuw videootje online zet. Dan ben je altijd op de hoogte. Die helper is een beetje waardeloos, zie ik. Dus,
Naja, du schau eventjes aan, maar goed. Laten we eventjes een ding doen nou. Zo even goed. Een beetje niet zo rechtveld. Maar dat doe ik zo wel even. Ik doe het zo wel even goed. Laat hem even het veldje afmaken. Dus, ja. Willen jullie iets meer zien? Nou ja, wat ik zeg. Ik doe nu steeds twee gewone afleveringen met spraak. En dan een aflevering timelapse. Of timelapse. Dat is een versnelopname met een leuk muziekje eronder. Voor de afwisseling zo'n beetje. Maar willen jullie zeggen van nou oké, ik wil een multiplayer zien van deze map of een livestream. Dat mag ook allemaal. Jullie zijn de kijkers, jullie bepalen eigenlijk wat jullie willen zien. En willen, ja, willen zien. Ja, laat me dat even weten. Ik ben erg benieuwd naar jullie mening. Want ja, jullie kijken tenslotte daarna. En ja, ja, als jullie wensen hebben, laat me dat even weten. Dan doe ik de reflectie in de bepaalde opname, noem maar wat. Dan ga ik maaien of zo, of wat dan ook. Ja, alles maar gecompliceerd. Ik doe maar eens een lastig aan. Dus jullie kunnen kijken, jullie bepalen wat jullie zien en ik wil. Ja, wat ik net zei, ik wil een beetje interactief worden met de kijkers. Van wat kijkers nou precies willen. He, kijkers steken de duim wel omhoog. Vind ik helemaal goed, geweldig. Maar laat ook even, ja, hoe jullie het zien. He, een algemene reactie van leuk, ga ermee door. Ik kijk er graag naar. Dat soort reacties. Ja, laat het even weten. Dat vier, ja, ik heb een paar mensen die bijna elke aflevering die even reageren. Die is helemaal, helemaal geweldig. Dat eigenlijk. Dus ja, laat ook iets van je horen. Van hoe jullie dit vinden. En ik kan ook een beetje door jullie zeggen, nou, wat is een andere map, een leuke map, een Engelse map, noem maar even een dwarsgebaar, ik noem maar even een voorbeeld, ik, ja, pak dan even een Engelse map en ga daar met de oude machines, dus daar is het grappig en zo, benauwder. Maar dat vind ik ook niet zo erg. Maar ja, dat soort dingen van ook. Ja, die en die map blijft nodig. Ja, ik noem maar even een voorbeeld. Cindy Lee, die map ook niet specifiek. Hoeft niet specifiek Cindy Lee te wezen. Ik kan ook Turrentum Farm. Ja, ik kan er ook wezen op. Een andere Engelse map. Dat mag ook. Dat laat ik dat ook niet weten. Van nu, ik wil ook wel eens een andere map zien. Van een oude machine erop. Je moet wel geschikt wezen voor oude machines. Die kun je, noem maar wat, een fietsje vier map. Nou, dat gaat niet meer, hè, met oude machines. Moet ik wel zo makkelijk ja, wou ik zeggen. Deze map, zo'n beetje, deze map, zo'n beetje, hè, moet niet te groot wezen. Zoals Cindy B, ja, is meer velden. Turrentje Farm,
Ja, laat het even weten, mensen. Ik bedoel, toen je zegt van nou, ik wil nou ook eens een andere markt zien. Moet geen grote markt weten, maar een markt voor wat ik nu heb. Of de sterren ook een leuke markt, ruimte zat. Ja, dus als u zegt van nou, ik wil een andere map zien, een Engelse map of zo, ja, ook echt leuk. Maar ik wil, ja, net als ik wil een beetje interactief bezig met de leden, of met de, met de kijkers, van oké, er zijn ook een paar kijkers die, ja, die kunnen niet meer staan. Ja, maar geld kan maar zeggen hoor. Ik bedoel, wil je mij niet helpen? Ja, je mij niet helpen. Je mag zeggen wat je wil. En als je zegt van nou, ik doe nog helemaal niks. Ja, je mag het ook zeggen. Dat een soort communicatie tussen de maker en de kijker. En kijker, bedoel ik. Maar laat me dat even weten. Genoeg gauw bijna, nou ja, bijna. Ja, het staat toch heel veel in hoor, in deze, dit is eigenlijk. In deze schaamte. Vraag me niet tegen. Net als gisteren bij de kleine opname was het ook een beetje confus. Dat heet ook bij die. Tien bezig. En gaan we even naar de zin. Ja, dit gaat het ook wel iets. Nou, laat de opname maar gaan. Maar toen was ik ook een beetje over een beetje aan het sporten. Ja, dat zie je dan niet. Op het einde werd een beetje zeven. Ja,
Bien. Okay. Entonces, ya, la cordillera, me acabo de significar un ánimo más. Nogmaals, er moet geen grote map wezen. Ik denk meer aan een Engelse map. En zo, en ja, zien jullie dat ook? Noem een naam. Of, ja. Dan ga ik eens even kijken op de map of wat is. Dus. Als jullie zeggen van nou, goh, ik wil, dus is van drie sterren over, dit is een Duitse map. Maar als jullie zeggen van nou, goh, ja, ik wil wel een Engelse map zien met oude machines erop. Ja, laat me dat even weten. Hier onder de beschrijving. Nou, dat is een hele vraag. Dan moet ik eventjes nog de puntje op de ISO in doen. Ik ga even kijken hoe lang wij bezig zijn. Ja, ik ga daar ook mee stoppen eigenlijk, want 31 minuten bezig. Maar dat is nog heel wat. Goed, mensen. Laat een reactie onder wat jullie ervan vinden van deze serie. Steek ook een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan eventjes. Wat ik zei, vanaf 50 abonnees ga ik een giveaway weggeven. En vanaf volgende week geef ik een hint en dan geef ik een paar hints in een paar video's en dat leidt toe door de giveaway. Maar je moet wel abonneren eventjes, want jullie krijgen dat maar niet zomaar cadeau natuurlijk. Dus je moet, als een paar abonneetjes erbij komen dan, geef ik een linkje weg wat die giveaway is. Goed, dit was deel 8 weer van de Rietsteernoot met alle machines. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Net wat ik zeg, steek even een duimpje omhoog en reageer eventjes op deze video. Je mag deze video's en andere video's van mij delen op jouw pagina, je Facebook pagina, je Instagram pagina of je Twitter of je YouTube kanaal. Dan ga er maar een beetje promotie maken van mij. Dat vind ik ook heel leuk. Dan trek ik ook misschien weer andere kijkers. En abonneetjes. En daar gaan we ook voor. Goed, mensen, bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. En ik zeg, houdoe, folks.